Zie, daar komt er weer een auto om de beertjes. Het is vandaag 15 december en ik ben nog niet eerder in de gelegenheid geweest om een keer te filmen, dus dan gaan we dat nog een keer doen, hè. En ze staan hier net aan een schone hoop van een Rijn schippen. En ik zeg, dan gaan we dan een keer even filmen. Ja, ik hoop maar dat hij me niet voor mijn donder riet. En dan kan het dan nog, hè. Ja, de hang zat hem weer een keer even volgooien. Onze vriend, kort vriendje. In de verte daar staat de nachtkranen al toegelijk van Armand. Die staat weer te wachten totdat hij vanavond kan beginnen hier verder. Die gaat toegelijk te slapen. Ik ben nog een keer bovenop die hoop gekropen. Zitten we een keer van bovenaf, hè. Vandaag 15 maart. Ik ben de eerste beet naar mijn zijn. En bij onze nieuwe machine. Ik heb net een keer die afstand een beetje gecontroleerd. En dat ligt perfect. Ja, dat ligt ook wel een beetje aan het zaaibad. Dat is gewoon een egal licht. Hoe mooier dat dat zaaibad ligt, hoe beter dat dat werkt natuurlijk. Ja. Maar ik had er behoorlijk mee deur in, zo'n kilometer of 5,5. En dan doe je toch werk, hoor. Maar je ziet de rustige loop van dat element, hè. Even kijken of dat er nog overal genoeg zout in zit. Maar ja, dan moeten we dat even een beetje overzaaien. We hebben een foutje gemaakt, er is in het begin van één element een klepje open boven staan. Ja, daar waarschuw je voor, je moet er goed in en hij die klepjes dicht doet. En dat was hij vergeten, dat was er een zaadje tussen blijven hangen.
En dan loopt op gemak dat element liggen. Ja, daar hebben we vanzelf ook niks aan. Nou, wel mooi hoor. Mooie rustige loop van die elementen. Dan zijn we hier op de wal vast dus. Dan gaat hij een beetje naar boven en een beetje naar beneden. Straks zie je hem dan weer in een pad staan. Dan heb ik jou daar. Ja. Ik heb vergeten de zwaailicht aan doen. Mijn voet doen bedoel ik. Ik heb hier het pad gekromen. Steken van een gemette vader. Een mooins die aan de bal of die. Rek. Nu doet hij ze. Zo wordt die automatisch gevuld uit de backpack met bandje. Iedereen is ook aan het filmen. Aan twee kanten tegelijk komt hij erop. Je moet verschrikkelijk traag erin met die kleine bladertjes. Die liggen nog maar op 8 centimeter. Dus dat is toch een beetje werken. Dat gaat niet uit. Zijn gemakje in de verte. Dus vandaag 27.3.93 staat erop. Dat is vroeg. Vorig jaar waren we hier op 11 april aan het planten. Om de zaarde brokken. We hebben het niet aan de gang gewerkt. Tje. Dus weer op het einde. Weer een hangetje gedaan. Ja,
Vader en zoon Leenhout. En dan heb je hem schoenen. Om het baantje. En dan spuit je eruit, hè. En dan is het kwartje van de klep open trekken. En ze zijn weer al op zich. De zak is leeg. Ik ging een keer wat opnemen. Dat staat er nog niet. Het is vandaag 3 april. In de april zitten we weer al voor het gedeelte. We zien hier een oude storm. Dat ben ik iets van een kilometer. Nou, toch de chauffeur in de geplant. En die is teruggekomen, want anders had dat niet vanzelf. Ze de bal nog open zien. Maar dat is Walter vanzelf hier. Je hebt het van gehad, wees dat hij daar stond te wachten. Om die keer open te zien. Dan kan je wel zo begrijpen vanzelf. Nee. Ja, en die ben dan gewoon met de transportband op de wagen gedonderd. Hup, drop. En dan moet je maar zien naar je bent kust. En dan ben je erin van een kilometer. Dus dan nog gezellig om te rien. Er is werk aan. We hebben van de week het transportbank ingepakt. Dan gaan we zien dat we ze volgend jaar los zijn. Dan kunnen ze er zo in gooien. Zie, dan komen ze weer getroffen van vanachter. Lekker hier Rosland weg, 1 van de kilometer. Ja. We zien hier dan ook bij de Ros bezig, zo gezegd. Ik ben kort. Dan gaat hij weer naar Rusland, gaat hij beter gaan zijn. Onze vriend Walter. En hier bezig bij Rijkaard. 15 april. En we hebben het toch dat we nog 100 meter door zijn. Het is veel lekker van het jaar.
Margo en Hanni. Flink aan het trekken. En hier tegen die dikke is daar redelijk zware grond. Nou, zo je ziet, ze zijn geen ijs ook. Zit dat het gewoon zegt, hè. En dan is net of hij die niet in die naam en al die. Dan zijn ze nog eens hier tegen elkaar. Commentaar geven op dat filmpje van mij.